ik begrijp heel wel dat ook Ahold moet functioneren in een kapitalistisch economisch systeem. En dat komt door foute politieke keuzes hier. En u moet uw aandeelhouders tevreden houden. Dat snap ik heel goed. Maar dan nog heb ik toch echt met verbijstering naar uw verhaal geluisterd. Ik heb geen woord gehoord over mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen. En dat terwijl genoegzaam bekend is dat u 2,5 miljard winst heeft gemaakt. Uw voorman, uw CEO zoals dat tegenwoordig heet, 6,5 miljoen euro per jaar verdient afgelopen jaar. Dan vraag ik me af dat u geen woord spreekt over de mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen, maar ook de mensen die achter uw kassa zitten, die dagelijks geconfronteerd worden met mensen met wie de pinpas het niet meer doet, die de boodschappen terug moeten leggen. Waar is dan de moraal van Ahold? Waar is dan uw moraal? Moraal van Ahold vind ik een moeilijk te beantwoorden vraagstuk. Als we kijken naar Ahold Delhaize als werkgever, en als we kijken naar medewerkerstevredenheid onderzoek, dan staan wij te boek als een goede werkgever, een redelijke werkgever. En zoals gezegd met marktconforme salarissen. En wij zien dat ook terug in onze werkgevers engagement surveys, dus de medewerkertevredenheidsonderzoek.